En mijn twee gasten voor vandaag zijn inmiddels al aangeschoven. Nog gisteren, 20 november, was het de internationale dag van de kinderrechten. Het spreekt allemaal voor zichzelf. Op deze dag staan de rechten van het kind centraal. In de studio heb ik Jenty Mangroe, directeur jeugdzaken op het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. En niet te vergeten Refaya Leenveld. Zij is de voorzitter van de commissie Onderwijs en Gezondheid binnen de Jeugdraad. Twee mensen die veel kennis hebben over de rechten van de kind. Daar zullen we het vandaag ook over hebben. En hier zijn ze dus. Welkom. Dankjewel. Twee sterke dames moet ik zeggen. Kinderrechten. Ik denk dat ik bij jou als eerste wil beginnen, Jenty. Als we het hebben over de dag van de kinderrechten, wat moet men hieronder verstaan? Nou, het is 35 jaar terug dat de UN, dus de Verenigde Naties, heeft besloten om de dag van de rechten van het kind in te roepen. En dus dat aangenomen is het verdrag inzake de rechten van het kind. Dat is 35 jaar terug. En vanaf toen vieren we dus en gedenken we. En op 20 november, dus deze dag, dat dit verdrag werd aangenomen. En inmiddels hebben bijna alle landen in de wereld dus dit verdrag geratificeerd. Ook Suriname in 1993. En dus we hadden gisteren weer Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Nou, 35 jaar, we zijn dus 35 jaar verder. Als we het globaal nemen, als het gaat om Suriname, zijn we wel verder gekomen als het gaat om de rechten van het kind? In ieder geval zijn we 31, voor ons is het 31 jaar verder. Er zijn een aantal instituten ingesteld, initiatieven ondernomen. Er is heel veel bewustwording ten aanzien van rechten van het kind geweest in deze 31 jaar. Maar natuurlijk moet er een heleboel nog gebeuren. En in mijn ervaring is er dat je soms stappen vooruit maakt en soms ook weer stappen achteruit. Weet je, dat dingen minder gaan. Op een bepaald moment, maar het is in principe, ben je wel gegroeid vanaf het moment, toch? Van aanname en dat dus dit verdrag bestaat. Ja. Nou, Refaya, vrij jonge dame, je expertise is het onderwijs en gezondheid. Als we deze twee los van elkaar koppelen en die koppelen aan dat van de kind, hoe zit het met de ontwikkelingen? Met de ontwikkelingen binnen Suriname kan ik zeggen dat het toch wel redelijk aan toe gaat. In het kinderrechtenverdrag staat geschreven dat elk kind recht heeft op onderwijs. En dat zien we redelijk nog in Suriname. Alhoewel het niet echt gaat als hoe het moet, zien we dat nog wel. Gezondheidszorg is idem zo. Maar we hebben, elke land heeft zijn up en downs. Niet alles gaat soms perfect. En daaraan moeten we elke keer weer gaan werken. En daarom, wanneer we 20 november hebben, moet echt de bewustwording steeds weer opdagen. Mm-hmm. Ja. U bent directeur op het ministerie van AWJ. Wat zijn allemaal de obstakels die u tegenkomt als het gaat om de rechten van het kind? Nou, er zijn een aantal rechten van het kind. In eerste instantie is dus bescherming van het kind is belangrijk. Goed onderwijs, goede gezondheidszorg. Dat zijn een paar basic dingen en op elk gebied heb je altijd uitdagingen, toch? Mm-hmm. En die uitdagingen moeten we steeds zien te overwinnen en te overbruggen. We zijn nooit helemaal tevreden, toch? Over de rechten en de beleving van de rechten van het kind. Er is altijd wel ruimte voor verbetering en ik denk op elk gebied als het gaat om rechten van het kind dat we moeten blijven werken aan verbetering en de standaard behouden. Okay, en hetzelfde vraag voor jou, mevrouw Leenveld. In het verdrag, kinderrechtenverdrag, staat geschreven dat elk kind recht heeft op vrije meningsuiting. En binnen de jeugdraad moet dat nog echt naar buiten komen. Kijk, wij zijn iets ouder, maar ook de jongeren, wanneer ze hun mening geven, dat is nog echt iets waarmee we nog zitten binnen Suriname. Als het gaat om de ouders, want de ouders spelen een zeer belangrijke rol binnen dit geheel. Hoe kunnen de ouders hieraan bijdragen? Want vaak genoeg kijken ze naar instanties die hiervoor moeten zorg dragen. Ja, ik vind dat zelf heel belangrijk hoor, dat de ouders een grote rol vervullen in het leven van het kind. En het waarborgen en beleven, de kinderen laten, de rechten laten beleven zoals die neergepend zijn en die we in gedachten hebben voor onze kinderen. Ouders zijn heel belangrijk,
ouders zijn eigenlijk de eerste groep van personen in je directe omgeving met wie het kind in contact komt. En ze hebben een cruciale rol in het leven van het kind. Zeker als het gaat om bescherming en goed onderwijs aanbieden, de gezondheidszorg. Als een kind wordt geboren is het eerste waarnaar je kijkt, mijn kind moet gezond en veilig zijn. En daarna ga je werken aan de ontwikkeling van het kind. En daarna, weet je, als ze iets ouder worden, ga je naar de ontplooiingskansen van dat kind kijken. Dus ouders zijn heel belangrijk. En zoals je zegt, men kijkt vaak naar instanties. Maar als je een kind op de wereld zet, heb je een bepaalde verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid moet je nemen. En dat vind ik zelf belangrijk. En de overheid komt in om te faciliteren, toch? Als je dat niet zelf kan, of de algemene voorwaarden scheppen dat zo'n kind gezond en wel kan opgroeien. Ja. Dus u hebt helemaal gelijk. Het ministerie heeft sinds kort nieuwe SDG's en jeugd, CARICOM-ambassadeurs gekozen. Welke rol spelen zij in dit geheel? Ik denk dat Refaya het best daarop kan antwoorden, want zij hebben de CARICOM en SDG-ambassadeurs gekozen. Okay. Wij als jeugdraadsleden hebben ze gekozen. En de rol die zij eigenlijk daarin spelen, kijk, CARICOM en SDG. SDG hebben ze ook de punten van een kind die heeft recht op onderwijs, gezondheidszorg, klimaatsverandering. En hun moeten eigenlijk de bewustwording brengen naar de kinderen toe, maar ook de ouders. En wij als jeugdraadsleden moeten ze daarbij bijstaan. Als we het even hebben daarover, over uitvoering in werkelijkheid, hoe gebeurt dat? Uitvoering in werkelijkheid, het gaat niet altijd zoals wij dat willen. Mm-hmm. Het gaat soms met hakken en stoten. Mm-hmm. Maar we proberen ons doel eigenlijk te bereiken. Kijk, kinderrechtenverdrag, ik heb een boekje daarvan. Wat doe ik soms als ik naar school ga? De kinderen eigenlijk leren en bewust maken van wat hun rechten eigenlijk zijn. En het ministerie is het trekker van dit geheel, denk ik, of niet? Van de kinderrechten? Van de kinderrechten, maar ook het kiezen van de ambassadeurs, de jeugdambassadeurs. Ja, dus de CARICOM en SDG Jeugd Ambassadeurs worden dus bij ons. Ze vallen onder het ministerie, ze worden gefaciliteerd door het Nationaal Jeugdinstituut. Dus die groep van jongeren die, en ook de jeugdraad, die zijn dus in principe gekoppeld aan het directoraat jeugdzaken. In dit geval het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Mm-hmm. Dat is misschien een te grove vraag, maar ik denk een aantal jaren geleden zag ik kinderen op straat die knip aan het verkopen waren. Ja. Dat valt ook nog steeds onder de kinderrechten. Ja. Hoe is het ministerie? Hoe gaat het ministerie te werk in zulke situaties? Ja, dus dat is gecategoriseerd als kinderarbeid, daarover heb je het. En er is dus een commissie, Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid, die dus in principe moet werken aan dit soort issues, toch? Dat kinderarbeid gereduceerd wordt in Suriname. En in principe is er een commissie ingesteld. Ik denk dat u ze ook iets minder ziet, omdat er ook een samenwerking moet zijn met andere ministeries, zoals het ministerie van Sociale Zaken. Om deze gezinnen waaruit die kinderen komen, weet je, te ondersteunen en om ze zo van straat te houden. Ik denk dat u ze iets minder ziet nu, omdat het probleem volgens mij, we hebben onderzoek gedaan naar de gezinssituatie van die kinderen. Inmiddels is er ook wel ondersteuning gezocht voor ze. Dus het is wel aangepakt, maar natuurlijk is het iets dat je steeds in de gaten moet houden, want er gaat één gezin weg en er komt de ander, dus het moet steeds in de gaten gehouden worden. Maar die situatie valt onder de categorie kinderarbeid. En dat is ook dus een van de rechten van het kind. Mm-hmm. Dat kinderen dus niet blootgesteld mogen worden aan arbeid te vroeg. Hè? Dus wanneer ze de leeftijd daarvoor nog niet hebben om op de arbeidsmarkt te zijn of te hosselen. En dat moet zeker niet in hun onderwijs en ontwikkeling moet zeker niet in gedrang komen daarbij. Het is niet dat kinderen helemaal niets mogen doen. Maar als zo gauw hun ontwikkeling en het schoolgaan daarbij in gedrang komen, dan is het dus in principe kinderarbeid en niet bevorderlijk voor hun ontwikkeling. Als we het hebben over goed gezondheidszorg in Suriname, als het gaat om de kinderen, hoe staat het daarmee? Dus de gezondheidszorg valt dan nou weer onder het ministerie van Volksgezondheid, hè, en de ziekenhuizen. U weet dat er wat issues zijn als het om gezondheidszorg gaat. Ik kan me er niet echt helemaal over uitspreken, omdat dat niet onze sector is waarin we zitten. Maar in principe is er toegang tot gezondheidszorg. De mate waarin mensen dus die toegang hebben is redelijk in Suriname. Maar natuurlijk kan het altijd beter en als het om kinderen gaat, want dat is een specialiteit toch.
dan denk ik dat er wel heel veel verbetering nog kan komen in Suriname en moet komen als het om kinderen gaat. Jij zit in de commissie. Wat zullen jullie allemaal doen de komende periode als het gaat om de kinderrechten? Omtrent de kinderrechten, wat wij allemaal gaan doen. We hebben nog niet breed erover gesproken, maar ik heb met mijn commissieleden erover gesproken. En wat wij willen doen is de bewustwording brengen naar de scholen. Want we hebben gezien dat kinderen niet echt meer weten over het kinderrechtenverdrag. Ze zijn niet echt erin gaan verdiepen, omdat het ook niet echt op school wordt gedaan. Dus dat willen wij ook gaan doen. Maar ik ben van onderwijs en gezondheid. En omtrent onderwijs zijn we ook bezig om jongeren te helpen aan hun ontwikkeling, waarbij wij gratis bijlessen willen geven. En omtrent gezondheidszorg zijn we nog bezig te kijken waar wij eigenlijk een handje kunnen helpen. Uit persoonlijke ervaring merk ik dus ook dat er minder vertrouwen is als het gaat om jeugdambassadeurs, omdat je niet veel van hen hoort. Misschien minder. Hoe kijkt u daar naartoe? Nou, er is een nieuwe groep gekozen. Ik denk, deze groep is ook tegelijk gekozen, want er waren een tijdje waren ze een beetje gescheiden, de verkiezingsperiode, waardoor ze niet tegelijk konden optreden. Maar vanaf hun verkiezing, de nieuwe groep van jeugdambassadeurs, heb ik toch wel gemerkt dat ze de publiciteit opzoeken. En natuurlijk is het ook dat ze in principe moeten gaan werken aan promotie van de doelen, de Sustainable Development Goals. En ook de CARICOM doelen. Dat ze dus dat is hun werk eigenlijk om te promoten en om te helpen bij activiteiten om die doelen te halen. En ik denk, Refaya, wanneer zijn ze gekozen? Het was in oktober, toch? Ja, ze zijn. En ze zijn toch wel vrij actief geweest en ze hebben dus 2 jaren, een zittingstermijn van 2 jaren. En ik hoop dat ze dus die tijd benutten om echt aan de doelen te werken, toch, waarvoor ze zijn gekozen. Ja. En volgend jaar zijn we een jaartje verder. Zijn we een jaartje verder. Als het gaat om de kleine ontwikkelingen, wat wilt u dat moet gaan veranderen? Op welk gebied? Op elk gebied dat u aanspreekt. Van kinderrechten? De kinderrechten. Ik denk dat we moeten gaan werken vooral aan bescherming van het kind. Dat is belangrijk. Er is pas een conferentie geweest. In Bogota, een internationale conferentie, globaal, om violence against children, dat we daaraan iets doen. Onze kinderen hebben bescherming nodig, maar onze kinderen hebben ook natuurlijk goed onderwijs nodig. Maar bescherming vooral, denk ik. We moeten onze kinderen een veilige plek geven, weet je, waarin ze kunnen leven en opgroeien. En dan, dat is alvast een goede basis en dan gaan we werken aan de ontwikkeling van de kinderen en de ontplooiingskansen. Hetzelfde vraag voor jou, Refaya. Volgend jaar willen wij als jeugdraadsleden vooral zien dat onze jongeren gezondheid verder is, maar niet alleen gewoon normaal gezondheidszorg, maar ook mentale gezondheid van onze jongeren. Onderwijs ook, daarmee zijn we ook echt bezig, samen met het ministerie van Onderwijs, om te kijken waaraan wij verandering kunnen brengen. En ook jeugdparticipatie, dat onze jongeren meer bezig zijn. Als er dus jongeren zijn die nu naar Magazine voorkijken en denken van, ik denk dat ik wel naar hun toe zou willen stappen, op welke manier kan dat of kan dat überhaupt? Dat kan. Jongeren kunnen naar elke jeugdraadsleden, maakt niet uit wie het is, bij wie je je veilig voelt natuurlijk, omdat wie je beter kan praten, mag je naar de persoon toe stappen. De jeugdraadsleden hebben een website. Het is op de website van het Nationaal Jeugdinstituut. Daar kan je gaan en daar kan je alle jeugdraadsleden zien met hun informatie om ze te contacten. Ja. Nou, hartelijk dank voor het willen komen. Voordat we afsluiten hebben we nog wat te melden. Refaya, je hebt een voorkeur. Ja, wat ik wil zeggen aan de jongeren, onze Surinaamse jongeren. Gisteren was dag kinderrechten. En jullie als jongeren, jullie hebben jullie rechten. Ga na wat je rechten zijn. En ga na hoe jij eraan kan werken of de bewustwording kan brengen bij andere jongeren om te kijken naar hun rechten. Maar we moeten ook onze plichten als jongeren niet vergeten. En aan mijn jongeren zeg ik altijd, als je valt, sta je op. Maar als je staat, val je op. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dat is mooi. Ja, ik denk dat we gewoon voortdurend moeten blijven werken aan het waarborgen van de rechten van onze kinderen en ook hun beleving. Dat ze echt het gevoel hebben
dat hun rechten worden weet je, nageleefd en dat mensen rekening met ze houden, dat mensen horen, dat is ook het thema van dit jaar, dus dat jongeren gehoord moeten worden. Maar dat we ons blijven inzetten dat onze kinderen een goede toekomst hebben. Ja, nog hartelijk dank voor het willen komen, dames. En heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Dat waren dus mevrouw Mangroe en Lindveld. Mevrouw Mangroe is de directeur op jeugdzaken op het ministerie AWJ. En mevrouw Refaya Lindveld is voorzitter van de commissie Onderwijs en Gezondheid binnen de Jeugdraad. We hebben het gehad wat betreft de uitzending van Magazine 4. Het onderwerp was dus kinderrechten, de rechten van het kind. We gaan eruit en zijn er morgen weer terug met een nieuwe aflevering. Tot dan.